Dit water loopt gewoon de kelders in nu. Ik denk dat er 7 kelders nu onder water staan. Waar gewoon mensen in wonen. Ja, kinderen slapen. Ja, die kunnen daar niet meer terecht natuurlijk. Dat is een enorme schade. Het water in het IJsselmeer heeft natuurlijk nog nooit zo hoog gestaan als nu. Vanaf maandag zijn wij de gemeente aan het bellen. Van jongens, jullie moeten maatregelen nemen. Want het water gaat over de dijk in spoelen. Maar er komt niemand. Op een gegeven moment is het er gewoon overeengeslagen. Zijn er stukken weggespoeld, zeg maar. Ja, en zijn de kelders ondergelopen. Ja, en nu is het alweer minder. Want sinds die Big Bags er staan, zeg maar, ja, zakt het waterpeil een klein beetje weg. En ze gaan nu ook pompen plaatsen. En waar pompen ze het water naartoe dan? Ja, het IJsselmeer weer in. Wat moet je anders? Het is water naar de zee dragen, zeggen ze toch? Ja. Ja, ik lach erom, maar je kan er bijna om huilen. Want het is niet normaal dit.